het is. Dan was ik een week of drie geleden ergens aan het wandelen. En dan zaten gewoon, ik had daar zo'n hagedis kwamen er over het pad lopen. Ja, dus die zit hier toch? Daar zit meneer. Ik weet, ja. Maar ik weet wel waar dat je bedoelt. Daar kunnen we wel ergens naartoe lopen. Ja. Die jij bedoelt, dat is, want op de Pierenberg zitten er ook. Ja, dat klopt. Daar zijn zandhagedissen. Maar die jij hier gezien hebt, dat is de kleine hagedis. Ja. Maar we kunnen wel eens kijken, want het is jammer dat het niet zo mooi weer is. Als het nou een beetje warmer is, dan kunnen ze makkelijker vinden. Dus we moeten nou een beetje onder het hout kijken. Want ik weet waar ze zitten. Maar jij hebt ze hier ook gezien? Ja, ze zitten hier volop. Ja, ze zitten hier volop. Ja, we gaan kijken. We gaan eens kijken. Ja? Jo. Ja, in deze gebied heb ik ze gezien. Dat klopt. Ik had ze toen in die hoek, daar zaten ze. Ja, ja. Nou, dat is niet zeker dat ze daar nog zitten, maar... We gaan kijken. Dus, het is een uitgesproken gebied voor de kleine hagedis. Het is nat, het is drassig, daar houden ze van. Laag en vooral drassig. Hei en bosranden, noem maar op. Maar we zullen hier dagelijks bij takken en we hout in gaan draaien. Heel voorzichtig, Jan, want als er aankomt... Weg. Want ze zijn snel. Ze zijn supersnel. Ja. Dan hebben we geluk dat het niet zo warm is vandaag. Dus, maar ik weet ze ongeveer wel te zitten. Dan gaan we eens kijken dat we ze een pak kunnen winnen. We gaan zoeken. Kijk Jan, dat is onder zo'n knoester. Dat is een beetje nat hier en vochtig. Ik zal zo voorzichtig een beetje openmaken. Kijk. We zullen eens heel voorzichtig kijken. Daar liggen ze onder nou op een ogenblik. Onder de hout. Ja. Ja. En dat is hier in de hout. Het is hier vochtig. Ja, hebben ze. Hier rekenen. Ja, hebben ze, kijk. Hier rekenen. Nieuwe vinding. Ja. Kijk eens. Hier rekenen. Kijk, ik zal hem niet meer in een start vatten, want het is een hagedis, hè? Ja. Deze is de kleine hagedis. Deze is een volwassen al. Is die volwassen? Die is volwassen. Deze is al een jaar of 2 jaar oud. 2 jaar oud? Ja, ja, ja. Kijk. Hier hebben we zo. Dat is echt een zeldzaam ding, hoor. Dat is het. Deze manneke, kijk. Oh, dan zie je gewoon de kleur onder van de... Ja, ja, ja. De vrouwtjes die zijn... Kijk, je kunt ook trouwens, ik schouw zeggen, je kunt precies zien waar het startje begint, zie je? Dus hier kan ik hem nog vatten. Ja? Maar hier niet, want als ik hem doorvat, laat je een start los. Dus als je hem doorpakt, dan gaat de start weg? Start gaat eraf. Ja? Ja, gaat de start af, laat je een start. Dat is een verdedigingsmiddel van hem, hè? Ja. Ja, dus deze manneke, die is rood van onderen. Vrouwtjes die zijn olijfgroen. Hoe groot waren deze? Deze worden maar een centimeter of 12 tot 15 lang. De vrouwtjes worden groter dan de mannetjes. Die worden groter? Ja, die worden groter. De mannetjes zijn maar een centimeter. Dus jullie waren niet zo groot als de zand? Nee. Daarom noemen ze hem ook de kleine hagedis. Levendbarend hagedis. Ja. Weet je wat een levendbarend hagedis is? Levendbarend hagedis. Dat wil zeggen dat de vrouwtjes leggen eikens. Het is eigenlijk geen eiken, het is gewoon een heel dun vliesje, een zakje. En binnen 10 tellen komen die jongen uit. Dus als die de eikens geleid hebben? Komt die jong meteen uit. Ja, dus er zit eigenlijk een soort vlies overheen. Een vliesje. Een vliesje. Maar ze noemen het een ei dan? Ja, 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 ja. Ja, het is een eiken waar eigenlijk al helemaal zijn eigen ontwikkeld, hè. Ja? En dus ze leggen de eikens en binnen 10 tellen komen de jongeren al uit. Hoeveel eikens legt hij plus minus? Ja, tussen de 4 en de 15. Ja? Ja, daar ligt ook veel aan hoe groot het vrouwtje is, hè. Ja. Want de groter van het vrouwtje... Hoe groter het vrouwtje, hoe meer eikens. Ja, ja, ja. Ja. Waar eten jullie al mee bestaand? De insecten. Hoofdzaak. Deze is een echt liefhebber van spinnen en pissenbedden. Ja, van pissenbedden ook, hè? Ja. Ja. Zullen we hem loslaten, Jan? Ja, we laten hem even los. Okay. Laten we hem weer in de natuur in. Ja, dan kan je ze naar en of stoppen. Ja. We gaan kijken dat we nog een paar meer kunnen winnen, ja, want er zitten er zat hier in ieder geval. We gaan bezoeken. Kijken dat we een vrouw kunnen winnen, al een jong. Want die jong die zijn er volop in de wandel. Hè. Ja. Thank you.
Jan. Dat is ook weer zeldzaam, jongen, wat we nou hebben. Het is een kleintje, hè? Oh, die is klein. Ja, dat is echt een kleintje. Ja. Moment. Zo, dan zullen we eens kijken wat het is. Dit is echt een heel klein. Maar dat is dezelfde soort. Ja. Maar deze is jong, hè? Deze is pas in juli, augustus geboren. Ja? Ja. Maar die vinden nog tenminste niet, die kleintjes. Want die zijn nog volop, die hebben nog geen vet, hè? Die zijn een beetje de vetvuurhout nog aan het opbouwen voor de wintersloop, want die kruipt er ook onder. Ja, kijk. Ik kan hem kijken dat ik hem op mijn hand kan zetten, want het is echt maar een minieke, hoor. Kijk. Dat is een mini ding, hè? Dat is echt een mini ding, alsjeblieft. Maar we hebben hem wel, Jan. We hebben hem wel gevonden. Dat bedoel ik. Ja. Nou weet ik niet wat het is. Kan ik eens kijken dat een vrouwken of een manneken is. Ja. Kunnen we nog wel niet zo heel goed zien. Kijk, oh, deze vrouwken. Kijk. Deze vrouwken. Die is zilver. Olijfgroen, kijk. Olijfgroen op zijn buik, zie je? Ja. Maar ik moet heel voorzichtig doen, want het is zo'n kriemelding. Zo. Die is groen. Jan, kijk uit waar hij loopt. Hier hebben we iets moois. Kijk uit waar hij loopt. Kijk eens hier. Dat is mooi. Nou, ik weet niet hoe deze hieten. Maar het zijn net trompetjes, maar dat zijn paddenstoelen, Jan. Hè. Hier hebben we een losse tak. Moet ik eens kijken hier. Eigenlijk goed. Kijk, aan de onderkant, kijk, het zijn net trompetjes, zie je dat? Ja. Dat is echt schoon om te zien. Dat is echt mooi. Kijk, maar die worden ook niet groter, of wel? Nee, die worden niet groter. Kijk, normaal stapt er zo overheen, maar deze, maar een stukje van 4 bij 20 centimeter. En moet ik eens kijken hoe mooi dat hier, ja, in elkaar zit. Hè? Dat is een heel eigenlijk gebiedje op maar zich. Dat is met misten. Hè? De mensen gaan kilometers wandelen, ja, door de bossen. Of ze lopen eroverheen of noem maar op. Ja. En in de voetstappen op en het is weg. Want als je in de bos zit, net op deze gebied hier, dat moerasgebied, en je loopt een meter wat daarin sta je, meer dat is onvoorstelbaar. Meer dan zat, Jan. Dat is helemaal een natuurgebied op zijn eigen. Ja. Ja. Hier zo een beetje op de reugen blijft, Jan, kan het geen kwaad. Nee. Maar zijn er pas wij wagen diep naar beneden gehad, hoor. Ja. Want het is hier op het moeras. Hier weer zo'n geweldig mooi stukje, hè? Ja. Paddenstoelen, kleine keuters, nog een varen hier, nog een scheut. Maar wel voor kleine keuters, hè? Je vergeet iets, deze zijn berken. Oh. Berkenscheutjes, hè? Ja. Hier is ook een berkenscheutje. Ja. En je ziet wel, die kleine keuters liggen dan bij elkaar, hè? Ja. Een latrine, noemen ze dat. Kleine scheuten, allemaal op een hupje. En als kan, dan zie je hier ook wel zo hoog mogelijk. Al die geurvlag die zit hoog, hè. Hoe hoger die keutels liggen, hoe wijder dat is naar verspreid. Dus hun zeggen van hier wonen wij. Ja, dit is jullie territorium. Jullie territorium. Ja. Dat is gewoon zo, hè? Ja, dat is een prachtig hoekje, dat is, zeg. Ja. Onvoorstelbaar. Dat klopt. Dat ik jou eens wel laat zien. Kijk, ik zie straks van die pissenbedden. En die leven hier. En van allerhande insecten kunt hier van alles aan. Kijk. Dat is nou het eten van die hagedis, de kleine hagedis. Dit barst er hiervan. Die hebben hier 12 dekje, hoor. En daarom zitten er hier ook zoveel, denk ik. Kijk, wat ik hier voor een ding. Een pissebed en nog iets meer. Oh, dat is zo'n wespensoort. Ja, dat en hier nog een pissebed, kijk. Ja, een pissebed. Daar hebben ook heel veel soorten van, hè, pissebed. Hè? Ja. Dat is niet zomaar een pissebed, maar daar echt heel veel soorten van. Daar kan ik vangen, niet die allemaal zo'n klein. Ja, misschien. Ja. Ik heb hem, Jan. Ik heb hem. Kijk. Zo door de slijm, man. Deze is iets apart. Jan. Dat is toevallig dat we hem tegenkomen. Dat is echt heel toevallig. Ik wist wel dat ze zaten. Dat hebben we al zoiets verteld, dat we hier slangen in het gebied aan. En deze is een gladde slang, Jan. De gladde slang? De gladde slang, ja. En die komt enkel hier in de natuur voor? Die komt hier naar voren. Ja, in heel Europa wel een beetje. Deze manneke. Kijk, want kun je, van de kleur, zie je dat? Die purperkleurige, rozeachtige kleur op zijn buik. Ja. Deze manneke, kun je ook aan de lengte zien. Hij is al lang. Ja. Een manneke wordt ongeveer
een halve meter lang. En een vrouwke, je hoeft er eigenlijk niet bang van te zijn, een vrouwke wordt ongeveer 75 centimeter lang. Zo. Deze manneke. Zo. En die leeft van die hagedissen, hè? Deze is echt een hagedis. Oh, dus echt puur een streuper op die hagedissen? Deze is een streuper op die hagedissen. En, niet te zuinig. Het is een mooi slengsel, hoor. Ja, verrek mooi. Goed gezond. Ja. Uitkijken dat je me niet bedt. Ja, kijk uit. Ja, want dat doen ze geren. Ja. Godverdorie zegt, dat is iets apart. Ja, deze is zeldzaam. Ja, dat we die nog zien. Dat komt ook wel dat... Hoe zit het nou met die... Het slaan, die legt eikens. Ja, maar deze niet. Niet meer dan? Deze legt geen eikens. De eikens die broedt je uit in zijn buik. Ja? Ja, die legt die jong komt er levend uit. Die blijft, als je gepaard hebt, dan ongeveer een maand of drie naar de rand. Dan komen de eikens, die ontwikkelt er eigenlijk in de buik van het vrouwke. En de jong komt er gewoon zo levend uit. Zo? Die zijn ongeveer centimeter of 10, 15 lang. Zo lang? Ja, zo lang. Komen? Ja. Ja, ja, centimeter of 10, 15 lang. Hij is wel verrekt mooi. Deze is een heel mooi ding. Ik heb gezien. Dit is echt een heel mooi beestje, hoor. Oei, kijk eens, dat is wel... Deze is echt iets apart. Dat vind ik eigenlijk bijna nooit. Het is echt iets apart. Is hij nou giftig of niet? Nee, deze is niet giftig. Nee, nee. Nee? Hij ziet er hetzelfde uit als een adder. Daarom lekt hij giftig, Jan. Maar hij vat zijn prooi en die nept hij dood tussen zijn segmenten. Tussen zijn kaken, zou ik zeggen. Ja? Ja, hij is heel sterk in zijn kaken. Daarom hou ik hem ook goed vast, want het is geen lolletje als je bijt. Nee. Dus je bent heel gemeen bijten? Ja, je kan heel gemeen bijten, ja. Het is hoeveel soorten slangen komen hier nou voor? Of is hier, het alleen in deze? Nee, nee, hier in deze gebied, en daar hebben we al een keer over gehad. Daar is door, meer in het natte stuk. Daar zit de ringslang. De ringslang? De ringslang en de gladde slang. Die komt hier naar voren. Deze is de tweede of de derde keer dat ik hier een gladde slang tegenkom. Deze is de nieuwste keer dat ik erin in mijn hand heb. En de ringslang heb je ook nog niet gezien? Die heb ik wel gezien. Die liggen in het mooie weer is door, op de hupke door, in dat natte stuk waar we net vandaan komen. Ja? Daar liggen ze dik te zonnen. Ja. Ja, en smaar is mooi. En die hebben ook die lengte? Of? Die zijn iets groter. Deze maar een kleintje. Nog groter, gladde, ja? Ja, die zijn groter. Deze maar een kleintje. Deze wordt ook maar, het vrouwke wordt 75 centimeter ongeveer. En mijn ongeveer een halve meter. Deze ongeveer een halve meter lang ook. Hè. Ja. Ja. En hier is het ook dreug. Deze hebben liever het liefst dreug gebied. Ja. En, dan, ja, en vooral struiken en hout. En dat ze veel dekking hebben, die dingen. Ja. Ze eten zelfs jonge slangen van een andere slang op. Hè? Ja? Ja, ja? Ja, daar leven ze van. Slangen, hagedissen, kikkertjes en noem maar op. Dat is hun prooi. Dus die hagedissen die betrekken dat ik die hebben, is, als ze die elkaar tegenkomen, die een hagedis kooikaarten. Die eet je op. Maar als jij zo'n ding hoeft maar in een hagedis in de week in de 14 dagen op te eten. Ja? Ja, daar doet je het van. Je hebt maar dus één morgen hagedis kan hij 14 dagen blijven? Kan makkelijk 14 dagen blijven. Ja? Ja. Ja, makkelijk. Dan heb ik wel eens gehoord dat een slang de prooi in één keer heel rustig. Ja, dat klopt. We hebben straks die grotere hagedis gezien, zou ik zeggen. Die, ja? kan hij makkelijk op. Hij ook? Ja, hij ook. Die kunnen een slang... Nou, je ziet wel zijn oog zitten, maar zijn bek die loopt nog voorbij zijn ogen. En zo'n grote hagedis... Ja, dat klopt. Zo'n grote hagedis, die slikt je in één keer heel in. Zo? Ja. Die verstikt die. Ja. Dus ook je wonder dat je 14 dagen over doet. Ja, ja, die verstikt die en die gaat er heel in, die nagedis. Ja, zo. Absoluut. Maar dat kun je ook zien, dat is in een bek. Ja, zijn bek loopt tot langwijd voorbij zijn ogen. Tot voorbij zijn ogen. En als je een prooi hebt, dan kan hij zijn kaken zelfs nog losmaken. En dan schuift hij zijn eigen helemaal over de nagedis heen. En aan de rand zet je zijn kaken weer in elkaar. Zo. Ja. Dat zag er een geweldig uit van mij. Ja, nou, mijn beetje geluk, Jan, zie je wel. Ja. Zonder geluk vaart niemand wel. Nee, we hebben gewoon geluk gehad van mij. We hebben verrekkers moeten zoeken. Nee, jij ook, maar ook eens een keer een beetje moeten werken, Jan. Ja, dan luisteren en kijken. Hè? Ja, dat klopt. Maar we gaan zo de deur. Dat doen we. En we gaan de volgende keer weer iets moois mee maken. Hey. Houdoe.